Irma, Kirsten en Kimberly. Die snoepen ook wel, maar dan gezond. Hier zijn ze van Buurtschap De Lent, gezond voor je mond. Oh, en we krijgen weer gezonde dingen. De burgemeester, die is er vandaag. Maar er is iemand die voor de burgemeester invalt. Dat is ook heel belangrijk, hè? Vraag je wel eens, meneer, wilt u even naar voren komen? Meneer, wilt u even naar voren komen? Kijk, daar komt hij al. Dat is een heel belangrijke man. Dus dan geef je hem een hand en dan zeg je, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik zal er eens smaken op in. Tja, en dan ook een beetje crisis in het kindercorso. Jammer, maar ook hier dringt het door. Jeno en Jacco maken de vallende euro. Nou, kijk. Dit is nou een vallende euro. Zoals u kunt zien, er staat ook een 1 op. Dat is dus 1 euro. Klopt dat? Ja. Nou, helemaal goed gezien. Dankjewel, jongens. En deze jongens hebben gisteravond al proef gereden in de straat. Kilian en Stef. En na het eerste rondje zat er geen bloem meer op. Van Buurtschap Helterkander en Laarheide. Hier zijn ze. Mario en Luigi. En gekleurde bloemen, geen enkel probleem, ziet u wel. Een nummertje 137. Evie en Joy komen hier aan en zij maakten een speenvarken. En het is misschien wel leuk te weten, want Sarina en Larissa, die zijn nu brugklassers, die konden niet meer meedoen. Die hebben dit ontwerp gemaakt voor hen. Dames en heren, geen paniek. Maakt u vooral geen paniek. Want Mees, Juri en Bink komen eraan van Buurtschap Wernhout en De Lent. Dames en heren, vooral geen paniek. Brand! En uit Buurtschap Helterkander zien we de volgende dames weer aankomen. Irene, Thalisa en Isabel. De For Real Friends. Als jullie even zwaaien, dan gaan ze nog harder klappen. Let maar eens op. Kijk, zie je dat? Brechtje, Pieter en Pim. Daar komen ze aan. Van Buurtschap Kleinzundert en Buurtschap Laarheide. Wij gaan varen, schip ahoy, piraatjes. Niet iedereen heeft het helemaal naar de zin onderweg, maar ze hebben net zijn schat gestolen, dus dan kan ik die reactie begrijpen. En dan zien we Niek, Robin, Ruben en Jelle, Helterkander en het Tichelaar. En ook beroemdheden hebben ontspanning nodig, vandaar ook deze wagen. SpongeBob gaat naar het circus. En we krijgen er een flyer bij. Kom tot zien, kom tot zien. SpongeBob gaat naar het circus. Zondag 20 september vanaf 1:30 in Zundert. Dat kan kloppen. Tjee, Van Laarhoven had een idee. En Xander ging hem tekenen. En toen maakten Xander, Tjee en Wessel samen de prachtige wagen Hot Dog. En uit Helterkander zien we hier Matthijs de Jong. Ook die had ontspanning nodig. Vandaag ook de titel van zijn wagen. Matthijs, op reis. En hier komt Miriam. En we hebben ze wel eens Marij genoemd. En dat zullen we nooit meer doen. Het blijft het aan Meri. Hier is ze van Buurtschap Kleinzundert. En ze maakte Tuintje in mijn hart.
een hartje. Oh. En een bloem, dankjewel. En een... Een volgend wagentje. Oké. Inge, ik moest mijn papier nog omslaan. Het ging niet zo snel. Dag Inge. Het geheim van Zundert. En leg eens uit, wat bedoel je met deze wagen? Het is een boek. Het is een boek, ja. En in de kist zit het geheim. En in de kist? In de kist zit het geheim. Aha, ik snap hem. He? En als wij het boek lezen, kennen we het geheim dan? Gelukkig. Dankjewel, Inge Jacobs. Is er nog een plekje op de tribune? Ja, Patricia en Ralf, bisschop Klein Zundert. Hun wagen heet Keverkees. Nou ben ik toch mijn shampoo vergeten. En hier hebben we Dries aan. Van buurtschap Klein Zundert. Maar ja, jullie zijn met z'n tweeën, dus het is wel zonde dat ik maar één naam noem. Jij bent Dries, denk ik. Nee, hoe heet jij? Christian. Christian is de chauffeur. Geef ze een geweldig applaus. Christian en Dries met Monster Truck Rally. En gelijk daarachteraan uit Klein Zundert moet ik even gaan vragen. Dat is Dries. Ben jij dan Christian? Wie? Hoe heet jij? Nou, hier hebben we Dries. Veen. Oeh. En deze wagen heet Monster Truck Rally 2. Ga je de andere nog inhalen, denk je? Ga je de andere nog inhalen? Misschien. Misschien. Blijf proberen dan. Ja, en hier komt hij aan. Onze Allard. En op Stokpertje kennen ze hem allemaal zo. Hier is hij, Ali Kabali. En hier komen Kevin en Sieben aan. En hun wagen heet Slangentouw. Ja, ik toch even een vraag, want die loopt er zo een voorop. Kan het niet laten. Kom jij vaak hier? Zou ik eens een slang op je afsturen? Wat zei je? Zou ik eens een slang op je afsturen? Nou, dankjewel. Oké. Okay. Dit waren Kevin en Siebe met Slangentouw. Waar zouden die vandaan komen, Lars? Geen idee. Volgens mij meer het midden van het land. Het zijn Sienna, Myrthe, Birgit, Kirsten, Sanne en Femke. En dit zijn de Gooise meisjes in de Berk. Oh, dank dankjewel. Je. Zou ik allemaal zijn? Dat ik heel mooi ben. Ja, zelfvertrouwen is heel... Oh, weer 500 euro. Het gaat goed. Ik vind jullie allemaal fantastisch. Jullie zijn echt de meiden van de dag. Als jullie zoveel geld aan ons geven. Jullie zijn geweldige Gooise vrouwen. Dankjewel, Gooise meisjes in de Berk.